Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito. Ja, dames en heren, een hele goede avond en welkom bij deze speciale online uitzending van Heracles TV. Ik ben vandaag niet alleen, ik ben met technisch directeur Tim Gielissen, algemeen directeur Rob Toussaint en Cyril Dessers, misschien wel topscorer van de Eredivisie. Zullen we het straks nog wel over gaan hebben. Heer, het is een bijzondere dag, we zitten hier niet voor niks vandaag. Het is een besluit genomen over het restant van de competitie, dat hiermee is afgesloten. Rob, om met jou te beginnen en laatste nieuws vanuit de KNVB, misschien kunnen we meer over vertellen. Ja, het is inderdaad een bijzondere dag geweest vandaag. En er zijn beslissingen genomen door het bestuur betaald voetbal. Beslissing is geweest dat de eindstand, of de huidige stand eigenlijk de eindstand is, maar dat er niet gedegradeerd of gepromoveerd gaat worden. Dan zal ongetwijfeld jouw vraag zijn van hoe staan wij daarin? Nou, wij staan achter dit besluit. Omdat wij vinden als het besluit genomen is door de KNVB, Dan onze mening is gevraagd, die hebben wij netjes gegeven. En in het belang van het collectief betaald voetbal zeggen wij dus ook dat we achter het besluit van de KNVB staan. Duidelijk. Hoe zag de dag eruit voor jou en ook voor Tim? Volgens mij was Tim er ook bij betrokken. Ja, rare dag. Je krijg 's ochtends wat stukken op je bureau of in de mailbox. Die ga je doornemen. Daar wordt je mening gevraagd. Nou, uiteraard hebben Tim en ik daar contact over gehad. Dat afgestemd met elkaar. We hebben onze mening gegeven. En de beslissingen die genomen zijn uiteindelijk. Die wil je eigenlijk dat die op het veld genomen worden. En niet achter een tafel. En dat is nu gebeurd. Dus het is een hele bijzondere dag in het betaald voetbal. Ik begreep van Erik Gudde zelfs voor de eerste keer dat een competitie niet uitgespeeld is. Dan is dat wel een bijzonder geval. Ja, absoluut. Ik kan me voorstellen, Tim, daarmee is Heracles dit seizoen 8e geëindigd. En is de doelstelling wel bereikt? Ben je tevreden daarover? Of is dat toch dubbel? Nou ja, dat is dubbel. Als je daar op het begin van het seizoen zouden we misschien voor tekenen. Dat je een achterplaats haalt en de topscorer, ga ik het toch zomaar even noemen, in je midden hebt. Nu je eenmaal zover bent, hadden we toch liever de competitie uitgespeeld. Ook omdat we hadden gewoon echt wel wat te winnen. We waren in de race voor de play-offs. Die hadden we ook kunnen halen. En als je die haalt, dan heb je ook een Europees ticket te verdienen. Zover komt het niet. En dan moeten we accepteren. Maar onder de streep vind ik wel dat we kunnen terugkijken op goed seizoen. Is er nog een issue geweest voor jullie? Nee, omdat ons belang is daarin zo klein. Dat wij, er zijn andere kwesties, algemeen in de wereld, die veel meer aandacht verdienen. En als het gaat over de competitie, zijn er ook andere clubs en andere kwesties die meer prioriteit verdienen. Ja, Cyril, Tim noemde het al even, de topscorerstitel, zullen we het straks over gaan hebben. Maar hoe heb jij dit allemaal gevolgd? Heb je het gevolgd überhaupt? Ik heb het zeker gevolgd, omdat het toch ook iets is dat het gaat even over voetbal en dat mij toch geïnteresseerd. En het is toch wel heel speciaal, het is uniek. Ik denk dat we hier over vele jaren nog op kunnen terugkijken van die dag toen dat gebeurde. Het is inderdaad zoals je zegt, het is bijzonder dat het seizoen niet wordt uitgespeeld. En dan alles wat er dan vandaag bij is gekomen, dat maakt het wel heel speciaal. Ja, maar mag je dus wel feliciteren, want je bent er denk ik, hè, de topscorer van de Eredivisie. Je moet het wel delen met Steven Berghuis, maar... Op dit moment officieus wel. En zo voelt het ook wel. Maar ik heb nog geen officiële bevestiging, dus ik heb nog wel een beetje voorbehoud. Ja, ik heb je eerder horen zeggen tegen Tubantia, als ik me niet vergis, dat het voelt wel heel verdiend. Waarom is dat zo? Ja, het is niet dat ik daar op de laatste speeldag nog snel op de eerste plaats ben gekomen met een of andere onverdiende goal. Nee, het is... ik stond er sinds eind november. In de tussentijd zijn er nog een paar goals onterecht afgekeurd. En ik sta er nu nog altijd, ook wel samen met Berghuis, maar dat vind ik niet zo'n probleem. En dan doet het wel deugd om daar te staan. Ja, het is niet de eerste keer dat we in de uitzending hebben. We hebben je ook veelvuldig proberen te vragen hoeveel doelpunten je gaat maken dit seizoen. Daar wou je steeds stellen geen antwoord op geven. Kun je inmiddels zeggen hoeveel het waren geweest? Hadden we het uitgespeeld? Dat is heel moeilijk. Maar ik ben er wel zeker van dat er wel sowieso nog een paar waren bijgekomen. Ik wilde voor het seizoen graag betrokken zijn bij 20 goals. Verdeeld over goals en assists. En ja, daar zijn we nu toch toe geraakt in 26 wedstrijden. Dus op dat vlak zit het wel goed. Ja,
sportief vlak, Cyril, is er nu dan een einde gekomen aan het Eredivisie seizoen. Hoe zagen de spelersgroep, hoe zag zagen de laatste weken eruit? Ik ben natuurlijk al niet gevoetbald, bedoel ik te zeggen. Ja, alles wat er nu gebeurt, het stoppen van de competitie, dat was natuurlijk niet helemaal onverwacht. Het zat er wel een beetje aan te komen. Dus de groep voelde dat ook al aan. En ja, ik denk dat het inderdaad afwachten was. We proberen fit te blijven, we proberen onze dingen te doen. Maar het is geen gemakkelijke periode, maar langs de andere kant zijn er op dit moment ook veel ergere dingen en grotere dingen aan de hand in de wereld en in Nederland. Dus dat begrijpen wij ook. Ja, Tim, hoe hou je een spelersselectie? Hou je die fit in dit soort tijden? Ja, goed. Dat is aanpassen. Hè? Dus jongens, we zijn met z'n allen gehouden aan de beperkingen. Dus dan probeer je binnen die beperkingen het zo goed mogelijk in te vullen. Dus dat betekent veel thuis. Rennen en af en toe een training via dit soort tools. In de afgelopen periode hebben de spelers een break gegeven om eventjes op de rem te trappen. In afwachting van wat er komen ging. En met deze informatie zullen we ook een nieuw plan maken. Misschien wel het vierde plan van de afgelopen weken. Waar je telkens nieuwe informatie krijgt en elke keer weer daarop moest bijsturen. Dus daar gaan we nu rustig over nadenken. Het gaat al heel snel over het vervolg en over de toekomst. En daarin weten we ook niet alles. En ik vind we gaan eigenlijk al snel voorbij aan dit seizoen. Hè? En je vroeg naar de doelpunten van Cyril. En, na 26 wedstrijden, als je voor het seizoen had je getekend voor die 15 goals na 26 wedstrijden, toch? Dat durf je wel uit te spreken, toch? Ja, nee, absoluut. Maar ja, ik denk sowieso dat we als Heracles zijnde niet mogen klagen. Ten eerste zijn we natuurlijk niet in de discussie voorgekomen die de afgelopen dagen is gevoerd. En we staan op een goede positie. Ik heb persoonlijk ook een goede positie inderdaad met topscoren. Dus ik denk dat we als club daar ook gewoon trots op mogen zijn. En dat we hebben er ook gewoon voor gewerkt. Het is niet onverdiend. Ja. Tim, je benoemt al even. Spelers hebben op dit moment een break. Verwacht je dat er nog getraind gaat worden op korte termijn? En of dat dus überhaupt mogelijk is? Want we hadden de intentie om vanaf 4 mei sowieso weer iets te gaan doen, mits de maatregelen dat toestonden. Nou, dat is nu het geval. Onder zeer strikte voorwaarden mogen we vanaf 28 april weer iets gaan doen. Wij gaan vanaf 4 mei wel weer wat doen. Dat zou in eerste instantie in hele kleine groepjes zijn. En afhankelijk van de maatregelen zullen we dat stap voor stap uitbouwen. En als we dan iets meer weten over de start van volgend seizoen, kunnen we ook een planning maken van de voorbereiding en bepalen hoe lang we in deze periode gaan trainen. Tim, je viel helaas even weg, maar we waren gebleven bij weer een stapje vooruit richting het aankomende seizoen. Er zijn natuurlijk genoeg aflopende contracten en de transferperiode komt eraan. Kortom, genoeg te doen voor een technisch directeur. Hoe ziet jouw periode de komende tijd uit? En kun je misschien wat zeggen over die aflopende contracten? Nou ja, kijk, in de we hebben zo ongeveer wel bekend met welke spelers we doorgaan en met welke niet. Of waarin we nog even de tijd nemen. Kijk, de uitdaging in de komende periode is het formeren van een nieuwe selectie. Dus achter de schermen zijn we daar ook mee bezig. En dan zal jouw volgende vraag zijn. En hoe ziet het er dan uit in coronatijd? En maakt het juist moeilijker? Nou, voor een deel wel. Hè, omdat het is een hoop onzekerheid in de wereld. En dit heeft impact op iedereen. Dus ergens ook op ons. Aan de andere kant hebben we als club intern ook wel gezegd van ja jongens. Het is belangrijk om volgend jaar een goede ploeg te formeren. Dus daar moeten we ook voor aan de slag. Dus we zijn ook van bewust dat uiteindelijk is volgend jaar één ding belangrijk voor ons. Dus dat we weer een goede ploeg hebben. Ja, hoe is dat vanuit perspectief, Cyril? Op dit moment, is dat lastig voor jullie dat die transferperiode eraan komt met veel onzekerheden? Op dit moment zijn we daar eigenlijk ook nog niet echt mee bezig. Ik merk dat we inderdaad gewoon bezig zijn met fit blijven nu. En dat we graag terug willen voetballen, al is het ook maar gewoon trainen. En dan zien we wel wat er gebeurt. Dat zal ook vasthangen aan inderdaad de planning voor volgend seizoen. Zoals Tim zei, dus daar zijn we niet echt mee bezig. Ja, Rob, de coronaperiode, zoals Tim het al benoemde, is natuurlijk op dit moment niet duidelijk wanneer dat ten einde komt. Is er al wel enigszins een prognose wat het op de lange termijn zou kunnen betekenen voor de club? We werken verschillende scenario's hebben uitgewerkt, maar het is nog steeds onduidelijk wat dat gaat worden. En we weten ook nog steeds niet tot wanneer dit gaat duren, maar dat wij allemaal geraakt worden. En dat geldt voor jou, dat geldt voor mij, dat geldt voor de club, dat geldt voor bedrijven. Ja, we zullen hier allemaal keihard geraakt worden. En dat is wel dat is lastig. Hè? En zeker in de periode waarin we nu zitten.
Want ja, wat Tim net terecht aangeeft, je wil wel je selectie op peil hebben voor volgend jaar. Dus daar wordt keihard aan gewerkt. Want uiteindelijk is dat wel het doel. Hè. We moeten het op het veld straks weer goed doen. Dus daar, maar ja, als je mij vraagt, ja, hoe staan wij er over een half jaar voor? Ja, er zijn nog zoveel onzekerheden. Dus dat is wel lastig. En wij bouwen wel aan de ploeg. We bouwen hier ook in de organisatie, zijn we druk bezig. En ja, goed, wat we moeten kijken wat dit voor consequenties heeft uiteindelijk. Ja, al met al staat de club niet stil, gelukkig. We hebben mooie maatschappelijke projecten voorbij zien komen. Kun je daar wat meer over vertellen misschien? Absoluut. Nou ja, goed, eigenlijk de spelers en de trainers zijn daar ook bij ingezet. Hè. We zijn al heel snel begonnen met het bellen van van oudere mensen die wat eerder in een isolement zitten op dit moment. Nou, daar krijg je echt fantastische reacties op. En gisteren zijn we ook nog rondgereden in samenwerking met een partner van dat we gezegd hebben van nou, we gaan de mensen opzoeken met beelden, met boodschappen, een soort all you need is love, maar dan vanuit Heracles Almelo. Ja, dat is hartstikke goed. Het doelboekje wat we gedaan hebben, dus je kunt zien dat we midden in de maatschappij staan. En dat merk je ook aan de reacties die we krijgen. Misschien daar toch wel even een bruggetje aan maken. Dus je ziet wat wij voor reacties krijgen van supporters van ons die ons een hart onder de riem willen steken. Die zeggen van jongens, luister, compenseren hoeft niet. Ik wil graag mijn seizoenkaart verlengen. Nou, we hebben als Eredivisieclubs nog afgesproken dat wij eigenlijk gezamenlijk naar buiten toe willen daarin. Dus dat we collectief naar buiten gaan. We denken na over compensatieregeling. Moet er wel of niet gecompenseerd worden? We denken na over een gezamenlijke seizoenkaartverkoop. Dus een moment waarop we naar buiten toe gaan. Nou, en dus het is voor die mensen die ons eigenlijk dat hart onder de riem willen steken van wij willen onze seizoenkaart verlengen. Ja, prachtige gebaren daarin. Nou, dat kan helaas nog niet. Maar we vertrouwen erop dat dat uiteindelijk wel gaat gebeuren. Nou, en misschien wel het mooiste gebaar wat we gehad hebben. Nou, niet het mooiste gebaar, maar wat voor ons een belangrijk gebaar is, laat ik dat zeggen. Want alle gebaren die op dit moment gemaakt worden, zijn hartstikke mooi. Maar voor ons een belangrijk gebaar is wat de hoofdsponsor Assito heeft gezegd. Van jongens, wat jullie ook raakt nu. Wij zijn een partner voor de lange termijn. Wij blijven jullie steunen. Wij blijven achter jullie staan. En wij gaan ook niet praten over compensatie. Dus wij betalen gewoon onze sponsorbedragen zoals die staan. En dat geeft wel kippenvel, moet ik zeggen. Maar dat is voor ons wel een heel belangrijk issue natuurlijk. We weten niet wat er straks gaat gebeuren met de sponsoring. Er zijn mensen die roepen van die gaat 50%, 60%, 70% onderuit. Maar ja, even onze begroting nu staat voor meer dan 50% uit sponsoring. Ja, dan hoef ik je niet uit te rekenen van wat dat betekent. Dus want dan komt de continuïteit van de club toch wel redelijk in gevaar. Dan zul je moeten bezuinigen. Nou, en dan zijn dit soort gebaren zijn natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja, absoluut. Een mooi gebaar van de hoofdsponsor Assito. Schreeuw heel wat anders. Nog altijd wel voetbal gerelateerd natuurlijk, vlak voordat de coronavirus uitbrak. Werd jij geselecteerd voor de nationale ploeg van Nigeria. Gefeliciteerd allereerst daarmee. Ja, dankjewel. Is denk ik wel ontzettend dubbel nu. Want hoe voel je je daarbij, laat ik het zo zeggen? Dat was voor mij echt een gigantische teleurstelling. Omdat ik had er eigenlijk ook een beetje naartoe geleefd de laatste maanden. En ik had het gevoel dat dit het mooiste moment ging zijn in mijn carrière. Ik denk dat er weinig dingen daaraan kunnen tippen aan international worden. En zeker voor zo'n land. Dus ik had er wel heel erg naar uitgekeken. En toen er was ook nog even hoop, omdat in Nigeria was er nog geen corona of in Afrika überhaupt. Dus ik had nog even hoop, maar ja, dat ging ook snel weg. En ja, het is heel jammer. Maar ja, laten we hopen dat het uitstel is en geen afstel. Is er iets gecommuniceerd vanuit de Nigeriaanse bond richting jullie als spelers? Wat je kan vermoeden? Ja, we hadden een WhatsApp-groep met de selectie voor die wedstrijden. En daar hebben ze wel een bericht in gepost dat het geannuleerd werd vanuit de Afrikaanse voetbalbond. En voor de rest heb ik nog wel een beetje contact af en toe met de assistenttrainer en met de bondscoach. Maar die weten ook niet waar we aan toe zijn en wanneer dat de wedstrijden dan zullen ingehaald worden. Ja, Tim, misschien ook wel een kers op de taart, denk ik. Ook wel richting afgelopen seizoen kijkend. Dat je gewoon een speler als Cyril aflevert bij een nationaal elftal van de allure van Nigeria, denk ik, of niet? Ja, natuurlijk. En het is heel spijtig dat dat niet is doorgegaan. Alleen de nominatie aan zich, hè, dat hij daarvoor geselecteerd was, is natuurlijk fantastisch. En zo in dat licht kijk ik ook wel terug op een positief seizoen. Als je ziet
wat we vorig jaar kwijtraakten aan doelpunten in de voorhoede, hoe we dat opgevangen hebben, dat we ook een aantal jonge jongens weer de kans hebben gegeven om zich via Heracles het betaalde voetbal in te spelen of de Eredivisie in te spelen. Is dat gepaard gegaan met attractief voetbal, met thuiswedstrijden, met veel goals. En er was voor de club ook nog wel de transfer van Lennart naar Atalanta Bergamo. Ja, daarmee leveren we een speler af aan de Europese top. Ik vind wel dat dit seizoen, zeg maar, ondanks het rare einde, ja, ik vind wel dat wij kleur hebben gegeven aan het voetbal en aan de Eredivisie. Absoluut, absoluut. Daar kunnen we het denk ik allemaal mee eens zijn. Cyril, tot slot. Weet je nog wat de aankomende zondag eigenlijk op het programma had gestaan, of niet? Ja, ik heb het een paar dagen geleden gehoord. De derby. Ja, extra zuur? Ja, sowieso. Ik mis het voetbal in het algemeen, maar als het dan zo een mijlpaal is zoals dit, ja, dan pikt het toch wel extra. Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Heren, dat was hem alweer. Ik wil jullie bedanken. Blijf allemaal veilig thuis, denk ik nog altijd ook wel het bericht vanuit ons allemaal. En heel veel succes in de komende periode. U ook bedankt voor het kijken naar deze speciale uitzending. Aankomende zondag, we refereerden al even na, was normaal de wedstrijd hier op Erfazito geweest tegen FC Twente. Speciaal om dat te compenseren hebben we besloten om op YouTube een herhaling uit te zenden van het treffen van eerder dit seizoen. Wat die uitslag toen was, dat weten we denk ik allemaal nog wel. Heel veel plezier daarmee, kijk vooral en heel graag tot de volgende uitzending van Heracles TV. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Assito.